Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag weer een make-up tutorial voor jullie. Deze keer is het obviously deze look. Ik wilde een soort van dubbele cut crease doen. Kleurtjes, kleurrijk. Lente. Dit is het. Dus geworden. En ik heb net een fles. Gelukkig een dichte fles water van de tafel afgesodemieters. Oeps. Maar goed, voordat ik nog meer destructie aanricht. Wat ik verder nog wilde zeggen. Als je meer make-up tutorials wil zien en andere kletsfilmpjes en nail arts, dan kan je me altijd volgen op mijn YouTube kanaal. Abonneren op mijn YouTube kanaal heet zoiets. Ik doe drie keer in de week een filmpje, waarvan minimaal één keer een make-up tutorial. Waaronder deze dus. Voor de rest, als je foto's van make-up en dergelijke wil zien en af en toe van mijn vleesetende planten die ik heb in huis, dan kun je me ook volgen op Instagram. Ik zal mijn naam hieronder geloof ik ergens neerzetten. Lach me niet uit als het nou aan deze kant staat. Ik weet dat nooit uit mijn hoofd. Laten we nu maar snel beginnen. Om even tijd te besparen. Ik ben namelijk nogal wat van plan qua ooglook. Heb ik alvast eventjes mijn oogbasis gedaan en mijn wenkbrauwen. Wenkbrauwen gewoon omdat ik die graag alvast op mijn gezicht heb. En compleet oogprimer omdat dat wel handig is voor onder de oogschaduw. Dus ja, we kunnen gelijk doorgaan naar de oogschaduw. Kijk, ik heb jullie eventjes lekker dichtbij gehaald. Ik ga deze keer voor een aardig kleurrijke look. En deze keer ga ik mijn crease eigenlijk wat hoger aanzetten dan normaal. Ik ga wel eventjes het diepste gedeelte ervan een beetje zetten met een witte oogschaduw. Doe ik normaal gesproken niet, maar omdat ik nu hoger begin en dan merk dat op mijn vettige oogleden het gaat creasen, doe ik het wel eventjes. Maakt niet uit dat het al wat minder diep pakt daar, want er komt nog een andere primer overheen later. En dan ga ik voor de crease beginnen met... Ik zit even in een dilemma hier zo. Ja, ik ga beginnen met paars. Mooie diepaarse kleur. En die ga ik dus boven de crease eigenlijk beginnen. En dan ongeveer halverwege het oog. Met een behoorlijk klein kwastje. Blend het alvast een beetje uit, maar je hoeft je nog niet echt zorgen te maken over het blenden. Komt dadelijk wel. Omgekeerde psychologie. In plaats van te zorgen dat ik niet meer mijn kwastje aan mijn stoel afveeg, heb ik nu gewoon de veeshedel waaraan ik hem af zou moeten vegen op de stoel gelegd. Even een tip tussendoor. Anyway, ik ga met een roze kleur de rest van de crease doen. Tot ongeveer... Ja, hier zo ergens, weet je wel. Waar de crease normaal gesproken eindigt. En die ga ik net zo pakkend aanbrengen. Als het paars. Ik ga hier trouwens wel met mijn natuurlijke crease in, zodat het niet te hoog gaat zitten. Twee kleuren natuurlijk goed samen blenden en het roze blend ik ook altijd een beetje alvast aan de boven. Dan ga ik vervolgens daarboven met een heel licht roze kleurtje, heel zacht roze. Ik hou die op dit hele kleine kwastje, want ik wil hem niet te hoog hebben. Ik wil gewoon die roze kleur er ook in hebben, maar... Ja, als ik nou alvast een fluffier kwastje zou pakken, dan zou het wel nog makkelijker blenden, maar het zou ook heel hoog gaan zitten. En dat is nou net precies wat ik niet wil. En deze ga ik wel alvast zo goed mogelijk uitblenden. Dan met de witte kleur even een wenkbrauw highlight. En dan ga ik met een heel nude kleurtje wel eventjes met de grotere blender. En daarmee ga ik daar overheen. Net tussen de grens van die bovenste crease kleur en de wenkbrauw highlight. Om te zorgen dat alles gewoon helemaal mooi glad wordt. Dan tijd voor het cut crease gedeelte. Daarvoor ga ik een witte oogprimer gebruiken. Die stop ik altijd op een plastic bakje, zodat ik niet drie kwartier de hele flacon open heb. Flesje, dingetje, dinges, dit. Niet heel het open heb, zodat er lucht bij komt en het uitdroogt. Want daar ga ik dan de cut crease mee uittekenen. Je kan ieder kwastje gebruiken wat je wil. Ik ga voor een oogschaduwkwastje gewoon, omdat deze heel plat en klein is. Dus hier krijg ik het wel mee voor elkaar. Je kan ook een eyeliner kwastje gebruiken. Er zijn geen regels. Je kan doen wat je wil. Ik zou geen hele grote fluffy blender gebruiken. Dan krijg je waarschijnlijk niet zo'n wing, maar je snapt het punt. Zorg uiteraard ook wat je ook doet, dat als je je oog open hebt, dat het ook nog te zien is. Dat is meestal wel zo handig bij een cut crease. Trek hem wel helemaal mee naar voren.
Alleen vervolgens trek ik hem niet helemaal op het ooglid, want daar wil ik nog een tweede laag doen. En anders zou het daar veel te dik worden, dus ik blend het alleen een beetje uit. Dan ga ik met een blauwe kleur een heel klein kwastje de wing invullen. Als je trouwens hem ietsje te dik hebt gemaakt aan de onderkant, is niet erg. Want als je dit dan in ieder geval op dezelfde volgorde doet als ik hem doe, dan moet toch de concealer nog. En met de concealer kan je nog een hele hoop oplossen. Binnenste ooghoek ook met het kleine kwastje, want daar wil ik nog wat anders onder kunnen doen. En als er dan niet heel veel te bedekken valt, dan scheelt het dadelijk gewoon weer tijd en moeite. Dan pak ik er wel even een eyeliner kwastje bij. Dit is een, en, nou eigenlijk is het een heel hard kwastje, maar is heel klein in ieder geval. En de paarse kleur, en daarmee ga ik nog eventjes langs de cut crease om hem nog wat scherper te maken. Neem hier tijd voor. En probeer het gelijk met dit kwastje een beetje uit te blenden, want hier ga je geen klein genoeg blendertje voor kunnen vinden. Waarschijnlijk. En als je er wel één kan vinden, laat me het weten. Want ik wil wel een blender die zo klein is. Ik kan echt serieus geen kleinere blendkwastjes hebben vinden dan ik heb. Oké, dat zit er dus op. Eindelijk. De andere oog moet er nou ook nog, joepie. Maar nu ga ik in ieder geval gelijk maar door aan het volgende punt. Dus ik ga weer op mijn plastic treetje wat van de primer doen. En dan een tweede cut crease maken. Maar deze keer alleen aan de binnenste ooghoek. Ik begin weer hier, dan maak ik eigenlijk de binnenste ooghoek gewoon vrij. En dan trek ik zo een lijn langs waar het blauwe zit. Ik wil hem hier wel hoog genoeg hebben dat het zichtbaar is, dus ik ga ietsje hoger dan waar mijn natuurlijke crease eindigt. Niet zo hoog natuurlijk, want het blauw moet ook nog te zien zijn. En nou dat er eindelijk helemaal op zit, ik heb hem tot hier doorgetrokken en daarna laten faden, gewoon, ja, de rest van blenden doen we zo wel. Maar goed, nu is het tijd voor de laatste kleur en ik heb werkelijk geen flauw idee wat ik eigenlijk wil. Had ik misschien eerder over na moeten denken, ik denk dat ik eigenlijk voor een tamelijk nude kleur ga. En dan vermengd met wit misschien. Ik ga voor zilver en wit, ja, dat ga ik doen. Omdat ik hetzelfde kwastje ga gebruiken voor beide gedeeltes, ga ik eerst de witte kant doen. Gewoon omdat het dan, weet je wel, niet elkaar gaat. Nou ja, weet je, andere kleuren zijn gewoon heel makkelijk over het wit heen te krijgen. Dus het wit eerst doen is wel zo handig om eventuele vlekken te voorkomen. En dan het buitenste stukje hier zo komt de zilver, want die kan ik dan mooi mengen met het blauw. En natuurlijk ook met het wit even blenden. Vervolgens wil ik dan nog net dat blauwe net ietsje dekkender hebben. Dan zit ik weer mijn kwastje af te vegen aan mijn bureaustoel. Dus ik pak een heel klein beetje water. Zorg dat ik met behulp van een handdoek alleen maar een beetje vocht op de kwast heb. En daarna ga ik het blauw nog een keer overtrekken. Zorg dat je hier heel voorzichtig mee bent. Want op dit punt zit er natuurlijk al kleur onder en kleur boven. Dus als je op dit moment een foutje maakt, dan heb je twee kanten om te fixen. Dan tijd voor een eyeliner. Dat is dan nog het simpelste, meest basic gedeelte van dit gebeuren. Ik ga een aardig lange wing doen, want tenslotte zit de hele look al aardig in de wing. Goed, ik wilde voor een dunne eyeliner gaan. Dit is het geworden, dat negeren we maar eventjes. En ondertussen ga ik het onderste ooglid... Ik weet niet, ik wilde het eigenlijk eerst met een zwart potlood doen, maar ik ga het denk ik maar wit doen. Eventjes mijn gezicht gedaan trouwens tussendoor en mijn andere oog, obviously. Details kun je trouwens dus altijd onder het filmpje vinden. Nogmaals, zoals in ieder filmpje, je hoeft niet precies te gebruiken wat ik gebruikt heb. Mocht je weten wat ik op mijn gezicht gesmeerd heb verder off camera, dan kan je het daar ook vinden. En dan weer terug naar de ogen. Met dat fluffy kwastje ga ik de roze kleur aanbrengen. Aangezien ik mijn waterlijn al gedaan heb, zorg ik echt dat ik dat mishou. Dat is in ieder geval het grote idee. Die gaat tot ietsje over halverwege. En zorg dat dit gewoon mooi geblend is aan de onderkant, dat je geen rare lijnen hebt. En op dat kleine kwastje de paarse kleur, die komt echt tussen de wimpertjes.
dat die er ook in zit. En die trek ik met ditzelfde kwastje een heel klein beetje naar beneden bij wijze van blend. Dan pak ik er eventjes een zwart potlood bij. En zoals gewoon dan pak ik weer eerst de smudgekant in plaats van de potlood. Die ga ik eigenlijk ook als een soort van oogschaduw gebruiken. Ik ga er met het kwastje overheen. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb hem vaker zo gebruikt. Krijgt hij een interessante vorm van. En daarmee ga ik de buitenste ooghoek nog wat donkerder maken. Ik heb alvast weer eventjes wimperlijm op mijn valse wimpers gedaan. Ondertussen ga ik eventjes mascara aanbrengen om mijn eigen wimpers wat donker te krijgen. En de onderwimpertjes ook gelijk. Oké, wimpers zitten erop. De lijm droogt vanzelf doorzichtig op. Ik heb een deel ervan in mijn contactlenzen. Dat is geen aanrader. Dus ik ga ondertussen eventjes mijn lippen doen. Die ga ik net als een deel van de ogen en de wangen in het roze doen. Oké, de lippen zitten er eindelijk op, dus even mijn pony weer fatsoeneren en dan zijn we klaar. En dat is het dan, de complete look. Mijn lipstick past bij mijn nagels, dat valt me serieus nu pas op. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en dat je er eventueel wat aan gehad hebt als tutorial. Als je het leuk vond, klik alsjeblieft op de like button, dat zou me heel erg helpen. En dat was het dus voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!